Een derde stukje gaat over factoren die de reactiesnelheid kunnen beïnvloeden. Is iets wat je in het derde jaar al kort hebt aangeraakt. Je weet al dat de temperatuur en hoe fijn de stofjes verdeeld zijn, een invloed hebben op hoe snel een reactie loopt. Je weet ook al wat een katalysator is. Dit jaar gaan we proberen om verklaringen te zoeken daarvoor. En nieuw daarin is een curve met de verdeling van het aantal deeltjes in functie van hun kinetische energie. Het aantal deeltjes staat op de verticale as, kinetische energie op de horizontale. En die curve verloopt zoals dit blauwe lijntje. Je kan dat wat vergelijken met bijvoorbeeld jullie afstand tot de school. De meeste leerlingen wonen op een gemiddelde afstand van de school. Er zijn maar heel weinig leerlingen die op korte afstand van de school wonen, net ernaast bijvoorbeeld. En er zijn ook maar weinig leerlingen die op een hele grote afstand van de school wonen. Jullie schoenmaat. Heel veel leerlingen hebben ergens een gemiddelde waarde van schoenmaat. Er zijn maar weinig leerlingen die een extreem lage waarde voor schoenmaat hebben. En er zijn ook maar weinig leerlingen met hele grote voeten. Moleculen en hun kinetische energie die volgen dat ook. Er is ergens een minimum kinetische energie en alle deeltjes die in het gearceerde gebied liggen, die komen in aanmerking voor een effectieve botsing. Die hebben voldoende energie om bovenop de Camelberg te geraken. Al diegenen die links liggen, die hebben onvoldoende energie en die voeren dus een elastische botsing uit. Dus niet alle moleculen hebben dezelfde energie, zijn er heel veel met een gemiddelde waarde, en de extremen, daar zijn er veel minder van. In wiskunde noem je zo'n verdeling vaak een Gauss-curve. Hier in chemie gaat dat eigenlijk over een Maxwell-Boltzmann-verdeling, maar van die naam hoef je niets aan te trekken. Een eerste factor gaat over de concentratie van de reagentia, van de stofjes die dus met elkaar moeten botsen. Het experimentje gaat over natriumthiosulfaat, bij ons in de proefbuis aanwezig, en dat is twee keer identiek. En we laten dat reageren met waterstofchloride, één keer in een petrischaal met 0,1 mol per liter, en de andere keer diezelfde waterstofchloride, maar in een andere petrischaal, maar met een 10 keer grotere concentratie ook. Dus concentratie en de invloed daarvan. Meneer Bartholomeus heeft voor jullie een proefje gefilmd waarin je een petrischaal hebt met 0,1 mol per liter HCl en eentje met 1 mol per liter. En we volgen een beetje wat er gebeurt. Twee proefbuisjes die hebben allebei dezelfde concentratie natriumthiosulfaat. Het ene gaan we dus in de lage concentratie gieten, het andere in de hoge. En dan proberen we te volgen wat er gebeurt. Dus een waarneming. Daar gaan we. Oké, dus de hoogste concentratie van reagentia vinden we hier terug. En je kunt een beetje de troebelheid van de vloeistof volgen aan de hand van of die letters nog leesbaar zijn en cijfers. Deze wordt dus veel sneller troebel, dat is waar, meneer Bartholomeus. En die 1 mol per liter heeft dus veel sneller gereageerd dan de 0,1 mol per liter. Die reageert ook wel, maar veel trager, dus deze komt zeker eerst. Hoe hoger je concentratie aan stofjes, hoe sneller de reactie plaatsvindt. Conclusie is dus, hoe hoger de concentraties van de stofjes, hoe sneller de reactie, want hoe meer deeltjes er zijn, hoe meer kans er ook is op zo'n effectieve botsing, dat die talrijk zal gebeuren. Hoe komt dat nu eigenlijk? Een verklaring dus. Stapje 3 in onze redenering. We hebben een verticale as waar de enthalpie, of je mag ook energie van de deeltjes, weergegeven is. En horizontaal hebben we de tijd staan. We starten met de reagentia en we eindigen met producten. En je weet ondertussen al dat je over de berg van het geactiveerd complex moet geraken. Alle deeltjes moeten dat doen. Dus alle reagentia die effectief willen botsen, moeten dat kunnen. Deel 2 van de verklaring gaat over
het aantal deeltjes en hun kinetische energie. En nu merk ik twee curves. Ik heb een groene curve voor de laagste concentratie, in ons geval de 0,1, en een rode curve met een hogere concentratie, in ons geval de 1 mol per liter. Het aantal deeltjes onder de rode curve is dus groter dan onder de groene curve. Het minimum dat ze moeten bereiken aan snelheid of aan energie voor zo'n effectieve botsing is voor allebei hetzelfde. Er is namelijk niks anders dat speelt, we hebben geen temperatuurverschil, we hebben geen verdelingsgraad die anders is, er komt nergens een katalysator voor, de omstandigheden zijn voor allebei identiek. Maar toch, doordat ze meer concentratie hebben, komen er meer deeltjes in aanmerking voor zo'n effectieve botsing. En als er meer deeltjes zijn, dan gaat het ook sneller vooruit. Eindigen doen we met een toepassing. Er zijn er een aantal mogelijk. Je kan bijvoorbeeld zuivere zuurstof gebruiken in plaats van lucht bij ademnood. Dat is ook zo bij beademing tegenwoordig voor onze COVID-patiënten in de ziekenhuizen. Zuivere zuurstof, hogere concentratie, heeft een sneller effect dan alleen maar lucht met 20% zuurstof ongeveer. Hoge dosissen bij geneesmiddelen. Hoe hoger de concentratie, hoe sneller ook de werkzaamheid en het effect ervan. Tocht bij verbranding. Hoe hoger je zuurstofconcentratie, hoe sneller je dus de zuurstof ververst boven je vuurtje, hoe sneller ook de verbranding zal gebeuren. Er zijn ook gevaren aan. Hogere concentraties in alcohol en alcoholkodende drankjes, die brengen ons sneller tot dronkenschap. En dat is meestal niet zo'n gezond effect. Een tweede invloedsfactor is de temperatuur. We hebben daarvoor een proefje en dat maakt gebruik van dezelfde stofjes als daarnet. Natriumthiosulfaat en waterstofchloride. De waterstofchloride komt weer in de Petri-schalen terecht en die is volkomen identiek. Zelfde concentratie, ook zelfde temperatuur. Het verschil in temperatuur zal zitten in de natriumthiosulfaat. In de proefbuizen dus, waarbij we er eentje op kamertemperatuur laten en één proefbuis gaan verwarmen. Dit is onze proefopstelling, twee Petri-schalen dus, twee pipetten, een pipetteerballon of peer, waterstofchloride 1 mol per liter voor de beide Petri-schalen en natriumthiosulfaat voor de proefbuizen. Eerste proefje of eerste deel van de proef, waterstofchloride. Misschien een mooie heropfrissing van hoe je met zo'n pipetteerballon moet werken. We zuigen waterstofchloride op, net tot aan de maatstreep. En we doen dat in één van de Petri-schalen. Dat is degene die koud zal blijven. Mooi laten leeglopen en er blijft altijd één druppeltje in de punt achter, dus nooit uitblazen zoiets. Dan hebben we nog zo'n vulling van de pipet. Je drukt maar op de E van empty en dan loopt alles mooi in de Petri-schaal. Dat is toch de bedoeling. Oké, eens dat is gebeurd, dan beginnen we aan deel 2. De natriumthiosulfaat. Natriumthiosulfaat, ook daar met een andere pipet. Best wel, hè? Dit is die voor de HCl. Ook daar nemen we 10 ml uit en we laten dat netjes lopen in een proefbuis. De proefbuis die dus koud zal mogen blijven. Koud, tenminste toch kamertemperatuur. Voilà, zie, daar is proefbuis 1 met 10 ml gevuld. Natriumthiosulfaat. En ik doe dat dus ook met de andere proefbuis. Deeltje 3 van de proefopstelling. Eén van die twee proefbuizen met natriumthiosulfaat moet dus verwarmd worden. Verwarmen doe je boven de bunsenbrander en vasthouden met een wasspeld. Dat is tenminste de bedoeling als je je vingers niet wil verbranden. We verwarmen dus mooi tot de belletjes beginnen ontstaan en dat je weet dat de vloeistof ongeveer aan de kook gaat. Dan creëer je voldoende temperatuurverschil.
En het laatste stukje. We hebben de warme proefbuis die we in de warme petrischaal gaan gieten. En de koude proefbuis, kamertemperatuur, gaan we bij de K gieten. Zelfde concentraties. Deze is al gereageerd, daar zie je al niks meer door, die is al troebel. Bij de andere kan je de letter nog mooi lezen. En merk je dus dat er een groot verschil is in snelheid bij de warme petrischaal. Dus die reageert veel, veel, veel sneller dan de koude petrischaal. Na verloop van tijd merk je ook in de koude petrischaal wel dat er reactie plaatsvindt. Evenveel, maar dus een heel pak trager. Conclusies. Heel eenvoudig, hoe hoger de temperatuur is in het reactiemilieu, hoe sneller ook de reactie zal plaatsvinden. En dat komt voornamelijk door het feit dat er veel meer kinetische energie is in de warme petrischaal en dat de botsingen dus automatisch harder gebeuren. Verklaring daarvoor maakt weer gebruik van de twee grafiekjes zoals daarnet. Eén, nu het aantal deeltjes en hun kinetische energie. De oppervlakten onder de grafieken zijn dezelfde, want ze hebben evenveel deeltjes, maar de groene curve ligt meer links, heeft een lagere gemiddelde kinetische energie, daar ergens. En de rode curve, die warmer reactiemilieu voorstelt, die heeft een veel hogere gemiddelde kinetische energie. Alle deeltjes voorbij het minimum kunnen zo'n effectieve botsing doen, en dus is het logisch, koudere petrischaal, minder deeltjes. Al die rood gearceerde die komen er extra bij als het medium opwarmt. Dus het gaat sneller vooruit omdat er meer deeltjes voorbij de minimumgrens liggen. Al diegenen komen in aanmerking voor zo'n effectieve botsing. Tweede grafiekje. Als het koud is, hebben de reagentia meestal niet zoveel energie. Toch moeten ze het geactiveerd complex bereiken. En eens ze dat bereikt hebben, geraken we aan reactieproduct. Maar in het warmere reactiemilieu starten de reagentiën al wat hoger. Ze moeten ook naar de top van de Kemmelberg, maar ze mogen al een pak hoger starten. Dan is het ook logisch dat er meer deeltjes zijn die boven geraken en dat je dat in kortere tijd kan. Eens je dat complex hebt bereikt, dan wordt je reactieproduct. Als het koude milieu er is, dan hebben die minder energie dan als het een warm reactiemilieu is. Dit is het figuurtje uit je handboek. Ik ben met één ding niet helemaal akkoord. Het zou moeten veel sneller lopen als de reactieproducten warm hebben. Dus dit blokje zou eigenlijk een pakje meer naar links moeten liggen. Logischerwijze, anders gaat het niet sneller. Toepassingen voor zoiets? Je kent allemaal het gebruik van de koelkast of de diepvries. Koude temperatuur of koude omgeving, lage temperatuur, dient om reacties dus te vertragen. In dit geval de bederfreacties voor je voeding. Een koelkast houden we meestal onder de 5, 6, 7 graden. Een diepvries meestal min 15, min 18 graden. Niet alle reacties vallen stil in een diepvries. Er zijn ook bacteriën die bij min 20, min 30 nog overleven, maar het gaat toch veel, veel, veel trager, het bederf, dan bij gewone kamertemperatuur. Groei van planten, net hetzelfde. Als het een beetje warmer weer is buiten, dan groeit je onkruid vooral veel sneller dan als het koud is. Dan hebben we de eerste twee factoren gehad, de andere die komen in een volgend stukje.